Vandaag wordt een goede dag. What a feeling. You killed my vibe. We hebben echt al 3 maanden niet gekringloot en I'm so excited. Letterlijk een zolder. Oh, wat leuk, mama. Hup, gaat mee, gaat mee. Ik ben verliefd. Oh my god, ik schrik me toch dood weer. Hey, wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag weer een weekendvlog. Ik ben echt in een good mood, want ik heb net mijn allereerste tentamen gehad van mijn opleiding. En dat was een theorietoets en een casustoets. En ik heb beide gehaald. Ik ben zo, 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 zo blij. We gaan even een dansje doen. Laat ik even kalmeren. Ik drink mijn favoriete koffie. Ik was best wel zenuwachtig voor deze toets. Ik vond vooral de casustoets heel erg moeilijk. Maar die heb ik dus met een 9,2 afgesloten. Nou, I don't know what happened, but hè. Het doet me echt denken aan het filmpje van Snoop Dogg. En dan zegt hij van, gaat hij een speech houden en zegt hij, I want to thank me for all the hard work. I want to thank me for believing in myself. Nou, dat gevoel heb ik nu. Dus ik ben echt super trots op mezelf. Ik zeg het echt altijd, maar hard work pays off. Always. Ik heb besloten om weer naar de kringloop te gaan. Ik vond het eerst te eng. Ik durfde het niet. En ik hoop ook dat ik, als ik eenmaal daar ben, het nog steeds oké vind. Ik ga erheen met mijn moeder. En ja, we zijn gewoon heel erg voorzichtig. Maar ik mis het zo erg. En het grote deel van mijn kanaal bestaat natuurlijk uit vintage shoppen en kringlopen. Ja, ik hoop dat ik dit gewoon weer kan oppakken. En ik mis het zo erg. Dus ja, dat. Even iets anders. Vandaag is Josie jarig. Het is 12 juni. En kijk, ik heb een cadeautje voor de ingepakt. Ik hoop dat ze het leuk vindt. Ik heb dus niet zo goed naar de weervoorspelling gekeken. Want ik dacht dus dat het niet super warm zou worden. Maar het wordt dus 24 graden. Nu heb ik dit aan. En deze broek is best wel warm. Maar ik denk dat het op zich wel gaat. En dan heb ik dus dit topje en dan mijn trui. Die trui ga ik niet aandoen. Maar ja, ik heb misschien wel nodig voor vanavond. Josie is dus jarig, dus ik ga gezellig met haar een kopje koffie ergens drinken. Ik zit ook echt al dagen niet in een good mood. En dit is echt de eerste keer dat ik weer zoiets heb van, ja, vandaag wordt een goede dag. Ben blij. Ben blij. Zo. Dit niet mee. Jullie gaan mee. Wie houdt nog meer van de stem van Alec Benjamin? Hij speelt echt daar. En zijn stem is gewoon echt. Ik heb trouwens de auto, dus dat is wel fijn. Dan hoef ik niet met het OV. Ik ga sowieso niet met het OV. Ik doe echt alles op de fiets of met de auto. Kijk eens met wie ik ben. Happy birthday. Thank you. We zitten bij Sayur. Lekker op het terras. En zo fijn. Lekker. Dit is de eerste keer dat ik weer op het terras zit. Cheers to that. What a feeling. I'm gonna be the man that will make you say I do, I do. Long black young and in my hold, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Over 3 kilometer volg je recht tegen. Je killed mijn vibe. Je killed mijn vibe. Als ze zeggen, dit zocht ik al lang maar niemand. Hey, wat echt zo gezellig met Josie. En om echt weer lekker even op het terras te zitten. Er was echt bijna niemand. Super chill. Oh my god, hoe cute. I probably don't know you, but I just want to. I want you to know that I love you all. Hallo, we zijn bij Kralingse Plas. Ik wilde Jasna een heel mooi plekje laten zien, maar er zitten mensen. Maar dat geeft niet. Ik heb echt gemist om in nature te zijn. Pretty. Kijk hoe klein wij zijn. Maar kijk, als ik hier zo sta. Oh, dat doet me denken aan die film. Welke film? The Tall Grass. Heb je trouwens, heb je iets op je camera of niet? Oh, zo leek het even. Beetje. The Tall Grass. Dat is een horrorfilm. Ja. Oh, die ken ik niet. Of zo'n thriller. Nou, en dan gaan ze maar zo daarin. Nee, kijk. Nee. Ik zal even niet spoilen. Maar hij begint zo. Zeg maar, dan stoppen ze. Dan hebben ze autopech volgens mij.
En dan hoort iemand zo, help, help, in die tall grass. Ja, doei. Ja, en hij gaat die persoon dan redden, ja, maar het is een dolf. En dan gaat die vrouw weer ook hem zoeken. En dan raken ze elkaar weer kwijt. En dan vindt hij dat jongetje wel, maar zijn vrouw is weg. Oh, en zo gaat het dan door. Dat was het. Kijk hoe nice. Bij Kralingse Plas hebben ze dus van die circles gemaakt. I love it. Nou, daar gaan we. Daar gaan we, jee. Hi, we zijn binnen. Ja. We waren lekker aan het genieten in het Kralingse Bos. Zo lekker, zo zonnetje schijnt. Lucht is blauw. En toen, letterlijk een uur later, begon het super hard te regenen. Nee, het begon niet super hard te regenen. Het was druppels, dus wij denken, wat moeten we nou doen? Dus toen zijn we toch naar de auto gegaan. En iedereen bleef zitten, letterlijk iedereen bleef zitten. Barbecue. En toen, barbecue, alles. Toen dacht ik, ja, wat gaan we nou doen? Wij dus, Melissy. Hallo. Even gebeld. En toen dacht ik, oké, we gaan gewoon... naar Lindsay. En toen begon het keihard te regenen. Yay. We hebben letterlijk een kwartier in de auto of zo gezeten, omdat we niet konden beslissen. Dus nu zijn we hier. En we hebben onze maaltijdsalades. Die gaan we hier eten. Ja, het is een hele picnic voor mij. De hele avond in een kleine grote boterhamsalade. Dat is echt triest. Het regent. Ja, echt. Enjoy, enjoy. Ik kom. Hoe is het? Wacht gezien. Oh, ik denk dat we deze al hebben gezien. Ja? Hebben wij hem niet gezien? Want ik ken deze guy. Ik ken deze guy. Deze was gisteren op tv. Is herhaling denk ik. Ik ken hem. Hier is ik nog wel. Cancel. Ik zou nu al weglopen. Dit was heel awkward. En knuffel was kut. En we hebben allemaal de handknuffel kut. Ik vind hem heel kut. Oh, het is haar ook voor nu. We zijn aan het pesten met M&M kaarten. We waren dit spel aan het doen en opeens stond er een vraag van... In ieder geval, er stond een vraag van voorspel de toekomst van de persoon die zeg maar links van je zit. En toen hebben we dus allemaal briefjes gemaakt voor elkaar. Ja! Toen hebben we allemaal briefjes van elkaar gemaakt. En dan open op 12:25. Oh my god. Mijn oog trilt. Holy shit, ik ben zenuwachtig. De kringloop. Wij staan voor Opnieuw & Co in Dordrecht. En ik heb al... We hebben echt al 3 maanden niet gekringloopt. En I'm so excited. Dus ja, we kringlopen! We zijn er. We gaan eerst de home dingen doen. Het is best wel druk. Dus ik vind het best wel een beetje spannend of zo. We ontwijken mensen. Anderhalve meter. Oh, hier heb je nog zo'n... Oh, wat leuk, mama. Echt super mooi. Hoe cute. Oh my god. Wauw. Dit is toch cute. 25 cent. Dit vind ik echt nice. Alles in één pan gerechten. Love that. Oh mijn god. Als ik nu al mijn nieuw appartement had, wilde ik deze tafel. Maar hij is wel beschadigd. Deze is echt super mooi. Dit is toch leuk. Dit zijn echt mijn kleuren. I know. Heus zit dit erop. Oh, dit is zo leuk. Maar dit. Ik vind net dit super mooie blouseje. Daar hou je echt van. Echt zo natuurlijk of zo. Maar dit, wat is dit? Kunnen we het afhalen? Dan hup, zo'n broek, hup, thee. Hup, gaat mee, gaat mee. Wat is dit? Als dit nou een oversized blazer was, dan was het echt leuk. Oh mijn god. Oh mijn god, wat mooi. Ik ben verliefd. Ik ben helemaal verliefd.
Als je dit in je huis hebt, is het toch een statement. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest op zo'n ding. Deze zijn zo mooi. Hoe cute. De kleur staat echt super mooi. Ik heb natuurlijk de verkeerde broek aangedaan. Maar de kleur zit echt mooi. Misschien is het wel gewoon te netjes voor mij. Ik draag namelijk nooit van dit soort blousjes. Maar ik denk, als je het in een man jeans doet en dan met sneakers. Dit is het blousje. En ik vind het heel erg leuk. Ik zie het mezelf gewoon niet echt aandoen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is echt the worst. Die glinstertjes. Ik voel me een beetje alsof ik ga bowlen. Mooi vind. Het enige wat me echt stoort is dit. Mijn man. Vergeet dit niet. Alsjeblieft. Dit heb ik. Dit is nog nooit gebeurd. In mijn leven is het nog nooit gebeurd. Nou, we zijn net weer terug in de auto. En ik wil echt even wat zeggen. Ik was niet eens meer bang. Ik was gewoon boos dat mensen gewoon zo dicht bij mij kwamen. Like, are you kidding? Like, coronaproof. Toppie, toppie. Mama en ik gaan naar een andere kringloop. Hij was echt 5 minuten hier vandaan. Hij was 5 minuten van de andere kringloop. Ik ben een beetje afgekoeld. Ik ben ook echt gewoon super disappointed in mensen gewoon. Want letterlijk, iedereen had vette scheid. En ik ben het daar gewoon echt niet mee eens. Weet je, als het, wees blij dat het open is. Dus hou je dan ook gewoon aan de regels. Punt. Maar goed, weet je. Ik word er gewoon sad van. En nu zijn we hier. Ik ben heel benieuwd. Let's go, let's go. Winkel voor snuffelaars. Nou, we gaan. Dit is echt een bijzondere winkel. I love the vibe. Nou, we wilden rust. Die hebben we. Hoe cute is dit? What the fuck? Huh? God, zo cute. Kijk deze. Een krant uit 1970. Deze is echt heel leuk. Een soort labyrinth. Labyrinth. Oh my god, ik schrik me toch dood weer. Kijk, het is gewoon een zolder. Het is letterlijk een zolder. Maar dit is toch super mooi. Dit is zo'n tafel. Ik wil echt weten hoeveel deze kost. Want dit zou echt mooi in mijn huis passen. Hij heeft ook kleding. 17 euro. Het is best wel een leuke jas. Maar hij lijkt op een jas die ik al heb. Ik hou wel van zo'n stoel. Is echt super mooi. Alleen ook geen prijs. Mama en ik hebben net dit gekocht. Ik laat het jullie zo zien. Toen we net weg wilden gaan, zag ik deze gerookte kopjes. En ik vond ze zo mooi. En het waren er 8 voor 5 euro. Oh my god. Dus ik neem er 4 en mama neemt er 4. Nou, dat was mijn aankoop. Weet je, ik wil het toch even laten zien. Heel leuk. Zoals jullie zien, ben ik weer thuis. En mama en ik waren nog heel even langs de Action geweest. Want ik had nog wat dingetjes nodig. En ik dacht, ik ga jullie gelijk laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb dus, nou, ik heb een doorzichtige map genomen voor de opleiding. Ik vond het wel handig. Tip van mij bij de Action. Super mooie notitieboekjes. One thing at a time staat erop. En echt gewoon super mooie notitieboekjes. Dus als je bijvoorbeeld nog wil journalen. Deze was volgens mij maar 1,95. En dan heb ik ook nog dit formaat. En dit is B5. En die is dus iets groter. En die vond ik ook wel heel erg nice voor mijn opleiding. Dus deze twee heb ik dus gehaald. Deze was volgens mij 50 cent meer. En dan heb ik nog, deze had mijn moeder voor me gehaald. Echt super mooi. Ook A5 formaat. Deze, ik vond ze zo cute. Deze, zo leuk. Dit zijn van die dunnere schriftjes en er staat good vibes only. Ik zeg altijd zelf,
all vibes are welcome. Maar dit soort schriftjes kan ik dan gebruiken voor alleen positieve dingen en manifestation. Ook nog zo'n sketchboek gekocht. Want ik vind dat het heel erg fijn om hierop bepaalde plannen te schrijven of te brainstormen. En ja, dat doe ik altijd hierop. Dus ook gehaald. Volgens mij was deze 1,95 of zo. En ik ben echt super blij met mijn kopjes. Ik vind ze oprecht zo mooi. Check it out. Gewoon. Daar, ik ben helemaal shook. Ik denk dat ik de vlog hierbij ook ga afsluiten. Ik hoop heel erg dat jullie het leuk vonden. Ik ga de volgende keer gewoon naar een wat rustige kringloop. Misschien heeft het ook te maken met dat het weekend is. Dus misschien was het beter geweest om door de week te gaan. Ja, ik vond het alsnog wel heel erg leuk. En ik ga zeker nog meer kringloopvideo's maken. Dus gewoon weer lekker lang. Ik ben wel echt verbaasd dat ik gewoon niks bij Opnieuw & Co heb gekocht. Maar ja, weet je, dan ga je naar de volgende kringloop. Vind je deze prachtige glazen? Weet je, het zegt niks. Ik ga dit afwassen en eventjes alles met een doekje afdoen. Want dat vind ik altijd een beetje vies. Ja, ik wil jullie erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Mwah.